Ja, Mimoun, ik miste jou afgelopen dinsdag in de wedstrijd. Ja, klopt. Ik heb 90 minuten op de bank gezeten, dus ja, uit voorzorg. Mimoun Mahi liep afgelopen dinsdag tegen de Graafschap wel warm in de tweede helft, maar kwam niet binnen de lijnen. Natuurlijk had Mahi graag gespeeld tegen de superboeren. Ik had ook het liefst gespeeld, alleen uiteindelijk heb ik intern besloten om uiteindelijk alleen als het echt nodig was om erin te komen. En gelukkig was het aan het einde niet meer nodig, dus uiteindelijk hebben we gewonnen en daar ben ik super blij mee. Ja. Ja, want je zou je erin komen als zeg maar, er nog een doelpunt gemaakt moest worden? Ja, dat dacht ik wel. Alleen uiteindelijk duurde het wel heel lang. En dacht ik ook dat de trainer geen onnodige risico wou nemen. Want de aankomende week komen er gewoon heel veel belangrijke wedstrijden. En dan moet ik gewoon zorgen dat ik fit en scherp blijf. En zaterdag staat er weer een wedstrijd voor de boeg. Excelsior thuis. En hopelijk kan ik dan wel gewoon weer 90 minuten spelen. Op 2 november vorig jaar ging FC Groningen op bezoek bij Excelsior. Maar hier was die vrijdagavond de maker van het eerste doelpunt. En Reis is er zelfs langs. Geeft hem ook nog eens goed aan Mahi en die schiet hem erin. Het is 1-0 voor Groningen. FC Groningen wist dat duel uiteindelijk te winnen met 2-4. Het was voor de FC het begin van een goede serie na een slechte seizoenstart. Ja, dat was natuurlijk wel weer een omkeer voor ons dat ons heel vertrouwen heeft gegeven. Waardoor we uiteindelijk veel punten hebben gepakt tot aan de winst op toen die tijd. En hopelijk kunnen we nu, ze hebben natuurlijk gisteren verloren van NAC. Dus wat ik vandaag las, dat de trainer opgestapt is. Dus zij zullen hier wel heel scherp naartoe komen. Want je weet wat er altijd gebeurt als een trainer weg is. En wij moeten daarvoor waken. Wij moeten gewoon hetzelfde niveau halen wat we de laatste weken halen. En daar ben ik gewoon van overtuigd dat we hier de 3 punten halen. Mahi heeft tot nu toe 7 goals en 6 assists achter zijn naam staan. Je verwacht meer van Mahi, maar zijn rol is in de tweede seizoenshelft veranderd. Tuurlijk, het kan een stapje meer, kan meer doelpunten, meer assist. Alleen, voor mijn gevoel speel ik nu wat meer voor het team en maak ik de vieze meters. En gelukkig zien mensen dat ook, gelukkig zien de trainer dat ook. Dus daar ben ik wel blij mee, ja. Ja. Die vieze meters, als ze nodig zijn, ga je ze zaterdag natuurlijk ook maken tegen Excelsior. Ja, altijd. Voor het team zal ik dat altijd doen. Dus niet alleen maar zaterdag, volgende week ook Askersta. Zaterdagavond eerst nog de wedstrijd tegen Excelsior. En dan gaat de selectie mogelijk weer bij elkaar zitten om de doelstelling voor het slot van de competitie te bepalen. Nou, ik hoop dat we zaterdag winnen. Dat we dan volgende week, wanneer we een rustige week hebben, dat we dan bij elkaar kunnen zitten. En kijken wat voor doelstelling we gaan maken. Want na de winststop presteren we top. Alleen dat moet niet overgaan op arrogantie. Want dan krijgen we uiteindelijk veel nederlagen. Dat willen we gewoon niet. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we gewoon met z'n allen dezelfde taken blijven uitvoeren. En met dezelfde agressiviteit en mentaliteit blijven voetballen. Daar ben ik voor overtuigd dat we uiteindelijk nog een hele mooie seizoen van kunnen maken.